Was ze zelf een zachtige man? Iedere dag gaat bij mij de wekker om 6:20. Ik probeer dan ook meteen op te staan. Dat lukt niet altijd, moet ik eerlijk bekennen. Maak mezelf klaar en onze jongste en dan gaan we samen eten. Zonder papa, die hebben we dan ondertussen al uitgezwaaid. Na het ontbijt begint de hectiek, want dan moet ik iedereen gaan wegbrengen voordat mijn werkdag kan beginnen. Hoe is Tony woning? Daar. En als ik iedereen heb afgeleverd daar, dan... Goed gedaan. Dan ga ik naar het werk. Goedemorgen. Dag Tone. Dag. Ik ben Wendy Bor. Getrouwd met Roger, de liefde van mijn leven. Dat is mug. Oh. Samen zijn we trotse ouders van 3 jonge kinderen. En runnen wij het bedrijf Keukenmatch. Nou, ik ga even beneden tasje koffie zitten. Ik begin eind mijn dag met een rondje door de showroom. Ik vind dat heel belangrijk dat het er netjes uitziet. Dan loop ik naar het kinderkeukentje, ruim ik dat nog even op. Zorg ik de planten, ik zorg dat de koekjes bij zijn gevuld. En dan maak ik een lekker kopje koffie en dan start ik de laptop op en dan gaat mijn dag beginnen. En wij zijn een keukenzaak met een lekker vleugje vintage, zeg ik wel eens. Hey Gerard. Ik heb de kleurenstalen bij me voor de ene kast. We hebben een loods en die staat bommetje vol met, ik vind het allemaal pareltjes. Deze wordt dan deze kleur. Het is echt een hok waar heel veel ambacht vandaan komt. Waar we de meubels opknappen, waar het stoffig is en de spinnenwebben nog aan de lampen hangen. Maar dat maakt helemaal niet uit. We hebben een lekker muziekje op de achtergrond en dan kunnen we gaan werken. Ja, ik vind dat hele oude blauwe ogen echt. Vintage zorgt ervoor dat een huis een ziel krijgt. Met een vintage kast of een oude werkbank, iedereen heeft er wel zijn eigen verhaal bij. En dat maakt, dat maakt het uniek. Het geeft karakter aan een ruimte. Het is tijdloos en daar word ik blij van. Dankjewel, hè. Tot de volgende keer. Ja, mijn hoofd zit wel eens vol door de chaos en af en toe een lekker glas rode wijn erbij. Dat doet ook veel goed.